Kenny de Ketelen, Rijnmond man sinds kort. Was dit overmacht van Keijs en Terpstra? Het was sowieso de beste tactische zet. We hebben enkel maar moeten verdedigen, moesten gewoon volgen als de anderen gingen. En we zijn daar lang in geslaagd, maar op het einde gingen Struttinga en Maurits enorm actief in de aanval. En die mochten natuurlijk ook niet weg laten gaan. En als je aan de kop staat met de meeste punten, dan moet je de verantwoordelijkheid nemen, anders heb je sowieso niks. En dan hebben zij dan na die laatste aanval van Struttinga het perfecte moment gevonden. En wij hadden niet meer de benen om te reageren. Ik zeg dan, zilver is ook mooi, maar vind je dat ook als je zo lang een kop hebt gestaan? Ja, nee. Zilver of brons of zelfs vierde, dat maakt op dat moment eigenlijk niet zoveel uit. We hebben de hele week gestreden en gereden om te winnen. Constant ook mee vooraan gestaan en vier van de zes nachten als leider. Vier van de vijf nachten, denk ik, of drie, het maakt nu niet uit. Veel aan de leiding gestaan en dan is het jammer als je het in de laatste 20 ronden moet afgeven. Ik snap de teleurstelling, maar jullie hebben wel RTV Rijnmond trots gemaakt deze week. Ja, sowieso wel. Uiteindelijk zijn we wel blij dat we op het podium staan. Dat is altijd leuk natuurlijk. We hebben getoond wat we kunnen. En mensen hebben onder andere hier in Rotterdam nu ook Jasper de Buijs leren kennen. Dus dat is voor ons eigenlijk wel leuk. We hebben een mooie week gehad. We hebben genoten van de media-aandacht en zo. En voor de rest is het natuurlijk een klein beetje zuur om gewoon de overwinning niet mee naar huis te nemen. Niettemin, hartelijk dank. Graag gedaan.